Kom bij Angsten met Demi. Je moet je angst een keer over. Kom eens even ook naar ons optreden. Ik zit nu in de auto, want ik ga voor jullie weekend vloggen. Ik dacht ik begin even als ik mijn make-up al heb gedaan, anders dan zijn jullie allemaal schrikken jullie je dood. Maar wij zijn nu onderweg naar Valkenburg, want daar heb ik... Oh, mijn lenzen traag. Daar heb ik dadelijk een optreden samen met Unity. We zijn een klein beetje laat, zoals altijd. En Naomi is haar oortjes vergeten. We moeten altijd zingen met van die in-ears. En, oh, waarom doen mijn lenzen zo veel pijn? Oh, ik kan niet zien. Maar in ieder geval... Wij zingen dus altijd met oortjes en Naomi is dus de oortjes vergeten. Heel slim. Maar in ieder geval, ja, we gaan maar toch gewoon optreden, want dat moet, hè? En daar hebben we heel veel zin in. Dus we zijn er over 10 minuutjes, denk ik. En ja, het was 1,5 uur rijden of zo, dus best wel lang. Maar goed, we zijn dus in Valkenburg en dadelijk moeten we naar het Sprookjesbos. Daar gaan we optreden. En heel leuk, dit weekend ga ik natuurlijk een weekendvlog houden, want morgen is Jezus Fendag. Dus dat is heel leuk, dan gaan we allemaal liedjes zingen en dan zijn we met alle mensen van Jezus even zo superleuk. En vanavond ga ik met Demi naar een hotel, dus dat is heel leuk, dus dat ga ik allemaal voor jullie filmen. Maar we zijn nu aangekomen in Valkenburg, lekker in Limburg zijn we nu en ja, we gaan dus zo naar, we zijn dus zo bij de bestemming en dan... Moeten we van alles gaan regelen en doen. En ja, volgens mij hebben we om 12 uur meet and greet, hoorde ik. Dus dat is heel erg leuk. Dat vind ik altijd super leuk om al jullie lieve fans te ontmoeten. Dus dat is heel leuk. Dus dat is eigenlijk de inhoud van deze vlog. Yeah. We got a vibe. Baby, are you coming for the ride? Just wanna look into your eyes. I just wanna hold you all night. Baby, we can take a drive. Yeah.
lipliner. Hoi lieve mensen, ik ben dus aangekomen in mijn hotelkamer. En het is echt super mooi. Ik zal eventjes een beetje laten zien. Wacht, kijk. Ik zal het eventjes... Oh, dit vind ik altijd zo eng, hè, jongens. Even. Worden jullie hier niet echt bang van? Ik wel. Nou, in ieder geval, dit is de kamer. En je loopt hier binnen. En dan heb je hier links een soort kapstok. En dan heb je hier mijn bed. En dan heb je daar een tv en hier gewoon een hoekje. En dan heb je hier de badkamer met een bubbelbad die ik zo aan ga zetten. En dan heb je hier een spiegel. En hier een douche. Super ruime badkamer, echt heel fijn. Nou, hier nog een keer mijn bed. En dan dit hoekje eigenlijk gewoon voor mensen die hier toevallig zin hebben om te zitten. Ik en niet in ieder geval. Dit vind ik gewoon vooral eigenlijk eng. Dit gedeelte. Dus dat gaan we maar eventjes dicht doen. Voordat ik vannacht nachtmerries krijg. Maar in ieder geval, het is dus echt een super chill hotel. Dus echt, ja, van mevrouw is echt top. Ik ga nu even het bad aanzetten. Dat is wel even slim, want ik ga in bad. Maar dat moet eventjes goed gaan, want ik ben niet echt de beste hierin. Nu moet het aan. Die staat dus nu aan. Dat is even top, want dan kan ik zo een bad. Ik heb om 10 uur afgesproken weer met Demi. En het is nu ongeveer 9:10. Dus ik heb 50 minuten. Maar ik ga eerst in bad. En daarna ga ik... Oké, nee, ik heb 40 minuten. Ik ga eerst in bad. En daarna ga ik... ik zit op de gang. Maar daarna ga ik even douchen, want ik moet nog maar wassen. Maar ik ga heel eventjes... Ik hou mijn camera bij, want ik vind het heel eng. Even naar Demi's kamer, want ik heb geen elastiek. En dat is wel zo handig, want ik moet in bad met mijn haar in een knot eigenlijk. Dus even vragen of Demi een elastiek heeft. Maar Demi's kamer is hier echt heel dichtbij. Ik hoef alleen maar naar beneden te lopen. Volgens mij was het 160. Oh nee, 162. Ik weet het niet meer. Ik ben bang dat ik de verkeerde heb. Oeps. Oké, elastiekje opgehaald bij Demi. Dat is trouwens echt een grappig verhaal. Eigenlijk hadden hun volgens mij, of ik volgens mij hun, maar ik weet niet zeker. Had iemand van ons had gewoon een standaardkamer. En de ander, volgens mij heeft mijn vader voor mij een kamer met bubbelbad geboekt. En, maar wij vroegen dus aan die vrouw van de receptie of wij bij elkaar mochten. Want ik hoor bij hun, zeg maar. Ik heb geen ouder die mij nu verzorgt. En toen zei die vrouw, ja, dan moet ik jullie kamer omboeken. En toen heeft ze dus gewoon een kamer omgeboekt naar een... kamer met een bubbelbad. Zodat ze een beetje dichter bij elkaar zouden zitten. Dus we hebben gewoon gratis een andere... Oh, mijn badstroom was... Dat is eigenlijk heel dom wat ik nu doe, maar... Maar dus we hebben gewoon gratis een andere kamer gekregen. Heel chill. Oké. Nou, Demi's bad zat al bijna vol. Ik ga nu even klaarmaken voor bad. Oh, jongens, je moet niet weten hoe blij ik hier ben. Echt de tijd van mijn leven. Ik heb al een outfit voor morgen, een jurkje. En hier... Ik ben zo happy. Alleen in een hotelkamer, jongens. Eigenlijk hoop ik wel dat of Jada of Demi vanavond bij me komt slapen. Of alle twee. Want dat vind ik toch gezelliger dan alleen. Maar goed. Ik ga nu klaarmaken voor bad en dan ga ik lekker in bad. Maar ik ga nu heel eventjes hier iets onder leggen. Anders kunnen jullie mij niet zien. Ik ga eventjes mijn nachtcreme opdoen, want... nodig. Morgenochtend ga ik gewoon mijn gezicht helemaal moisturizen en doe ik even een lekkere scrub op en dan is het helemaal lekker. Mijn gezicht is helemaal schoon, daar voelt altijd zo fijn. Ik ga even tanden poetsen, want ik ga zo meteen weer even naar Demi. Ik ga even tanden poetsen. En Jada is trouwens ook nu in het hotel. Even kijken of ze al klaar is. Jada is nu ook gearriveerd in het hotel. Dus dan gaan we daar nu naartoe. Ik doe even mijn sokken. En dan doe ik even snel mijn schoenen aan. En dan... Oeh, is dat helemaal leuk? Ik ga dus nu naar beneden. Maar ik heb ook niet iets van een vest of zo. Dat is ook weer zo heel raar. Ach ja. Kom bij
angsten met Demi. Je moet je angst een keer over... Jezus, je schreeuwt het hele hotel bij elkaar. Doe dicht voordat ze eruit gaat springen. Ik word helemaal gek. Jullie zien mij op dit moment nog niet. Dat komt omdat het heel donker is en ik heb geen zin om mijn lamp aan te doen. In ieder geval, goedemorgen. Een nieuwe dag. Vandaag is een fandag. Ik heb er super veel zin in. Ik heb heel slecht geslapen. Of ja, ik sliep goed. Toen ik uiteindelijk sliep. Want ik wilde om 11 uur slapen, maar ik viel uiteindelijk om 1 uur in slaap. Dus ik heb 6 uur slaap gehad. Het kwam een beetje doordat ik zo'n kriebelhoest had. Maar goed, ik heb heel veel water gedronken. Dus ja, ik ga zo even uit bed. Ik ben alweer thuis en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hiervoor kwamen even een paar Snapchat herinneringen, want ik was de hele dag zo druk bezig dat ik niet echt heb gevlogd. Maar ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in een nieuwe video weer. Ciao.